Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Welkom bij een review waar we geen bier gaan reviewen. Hoor ik je denken, dit is toch het kanaal van Dutch Beer Geek. Dat klopt, zeker. Maar we gaan vandaag geen bier reviewen. We gaan iets reviewen wat bij Cloudwater vandaan komt. Wat wel een brouwerij is. Komt officieel niet bij Cloudwater vandaan, maar het is wel, het heet wel, de naam Cloudwater staat er wel op. En het is Dry January en ik doe een aantal reviews van de Beerwolf alcoholvrij en alcoholarme box. En ik dacht, nou dan kan ik deze er mooi ook even tussendoor fietsen. Ik kwam deze tegen bij Sterk en dacht, die moeten we echt gaan bestellen, want daar ben ik eigenlijk wel een beetje benieuwd naar. En nee, mijn kanaal gaat niet de kant op van sommige beertubers die burgers en papers en weet ik veel wat voor shit allemaal gaan reviewen. Dit is echt wel een bierkanaal. Dit is een heel klein uitstapje naar iets wat niet bier is. Het gaat hier om het volgende. Je ziet de naam Cloudwater staan en het is een Cloudwater soda. Daar zijn drie versies van uitgebracht. En wat erop staat is adult soft drinks infused with flavors from the brewery. Houdbaar tot 11 mei 2020. Ik zal even lezen wat erop staat. Cloudwater soda takes delicious ingredients and flavor combinations from the brewery and makes low-calorie sodas with all the flavors of craft, but none of the alcohol. Skip the headaches without missing out, or relax and take a moment for yourself. Cloudwater soda has a drink for everyone. Ze hebben een, ook een Instagram pagina, at Cloudwater soda. Er is waarschijnlijk ook een website van. Die zal ik onderaan de video even plaatsen. Nou. Staat ook helemaal gespecificeerd wat er allemaal in zit aan suikers en proteïne en nou ja, koolhydraten. Gaat zo maar door. Het staat hier achter op het blikje. En dan staat er ook nog uitgelegd waar het naar moet smaken. What does it taste like? Mango, tropical fruits, light resinous notes, lightly spiced. A refreshingly sour infusion of mango and cumin seeds. Komijnzaad is dat. With the tropical fruity flavor profile of citra hops. Dus het moet smaken naar het profiel van citra hop. Als ik het zo goed begrijp. En het is dus een mango en citra sour. Ik ben heel benieuwd. We gaan gewoon even openmaken. En een klein sisje. Maar 0% alcohol. Dus dit moet uiteraard in proper glassware. We gaan nog even inschenken. En, ja, je ziet het aan het kleurtje al. Echt bizar. Het lijkt echt. Echt een wel op jus qua kleur. Echt een hele, ik goot hem er echt agressief in. Die schuim krijgt ze echt helemaal af. Dus zo ziet het eruit. Nou, het is dus eigenlijk gewoon soda. Gewoon frisdrank. Fruitdrank. Hoe je het wil noemen. Geen idee. We gaan gewoon even ruiken waar het naar ruikt. Kijken waar het naar ruikt. Ja, duidelijk die mango. Duidelijk mango. Echt gewoon hele verse mango. Als je een beetje bekend bent met fruit. Wat ik wel ben. Gezien het feit dat ik vroeger kok geweest ben. Als je het echt opensnijdt, die mango, ruik je echt dit. Echt super, super mango in de neus. Heel erg benieuwd hoe het gaat smaken. We gaan hem gewoon even proeven. Proost.
Oh ja. Alles wat erop staat, proef je ook gewoon echt. Echt super veel mango en echt die Citra profiel, zoals je die kent uit je IPA's, uit je Nipa's. Die kom je heel erg goed terug. Ja, echt die komijnzaad proef je heel klein beetje. Prikkelt heel klein beetje op de tong ook als je een slok neemt. En heel klein beetje een wrangig, heel in de verte een beetje een wrangige toon er ook in. Koolzuurtje. Proef je ook. Tintelt een beetje op je tong. Ah, echt heel apart. Heel apart. Ga ik hier €3,5 voor neerleggen als ik dit wil drinken? Voor één keer is het echt leuk. Er zijn drie versies van. Ik heb niet alle drie versies ervan besteld. Heel klein zuurtje er ook in. Mooi in combinatie met die mango. Ja, ik zou ze niet alle drie gaan bestellen. Ik vond deze combinatie leek mij wel leuk. En ik denk, nou, dan gaan we dit gewoon een leuke review in januari. Ja, het is echt heel grappig. Dit staat ook verder niet op een tab, dus ik ga dit ook verder niet raten. Want ja. Het is echt super, super lekker. Zeker als het echt super mooi weer is, is het echt lekker om weg te drinken. Heel erg dorstlessend. En ik ben alleen wel benieuwd, want er staat de ingrediënten. Dat ben ik helemaal vergeten. Ja, dus wel precies. Ja, dat dacht ik al. Er zit echt, echt een mango puree in, inderdaad. De ingrediënten zijn water, mango puree 20%, Citra hops 0,1%, dus er zitten wel echt Citra hops doorheen, komijn, citric acid, potassium sorbate en sodium benzoate en CO2. Ja, het is echt een leuk drankje. Heel bijzonder. Ja. Gaan we dit vaker doen? Uitstapje maken naar iets wat niet bier is? Dat denk ik niet. Zoals ik zei, dit is niet het kanaal voor burgers en hete pepers en weet je veel etendingetjes zoals sommige biertubers wel doen. Ik zal verder geen namen noemen, maar jullie weten wel wie ik bedoel. Dat ga ik niet doen. Nee. Dit is echt een heel klein uitstapje. Omdat het van Cloudwater is, vond ik het wel leuk. Ik denk, ik bestel het mee en dan review ik het lekker in januari. En in februari gaan we gewoon weer full pool met mooie, dikke bieren. En ja, dit is gewoon heel leuk. Nou, dit was eigenlijk weer voor deze review van de Cloudwater Soda. Onderaan de video zal ik even een linkje plaatsen naar de website van Cloudwater Soda. En linkjes naar mijn social media, Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje naar de Dutch Beer Collective. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Proost!